Ouwe hoer! Wil ik toch nog even, ja, gewoon aan het einde nog even gewoon lekker eruit gooien. Ja. Wil jij nog één of nee, 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 ik doe niet mee aan het ordinaire spelletje. Nee? Oké. Okay. Nee. Nou, tot zover deze aflevering. Kut! Doordekken. Volgende week zijn we weer met de allerlaatste uitzending. En dan gaan we even rust nemen. Ja, die, oh. die darters, ze hebben net geen syndroom vandaan. Ah, jongen! Ja, ik vind het vreselijk ordinair cafévolk. Dit kan echt niet, dus ik bedoel... Ik heb er niks mee. Nee, maar... Ja. Ik begrijp die adoratie voor die mensen ook niet. Nee, je lult er maar overheen. Ik vind dat Willy van der Kuilen een standbeeld Cruijff had er in Amsterdam al lang in moeten hebben. Van Hanegem, dat zijn mensen voor een standbeeld. Nou, dat had ik mezelf nog even weten. Nou, daar wou ik niet over beginnen, maar... als Kappa weggaat. Chappa zeggen het eigenlijk. Chappa, wat een mooie Chappa. Ja, dat schijnen ze daar zo te roepen. Dat roepen wij elke week bij de Jupiler League. Chappa. Oké, okay, Chené. Ja. Toen ik ben je even voor. Want je ja, hoort. Ik wilde hem maken. Ja, 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 ja. Ja. Nee, maar er staat helemaal niemand op te wachten, hoor, op die grap van jou. Het is ook... over je heen. Het enige nadeel aan het besluit van RTL, vind ik, is dat dat hysterische juffrouwtje Simons nu zo trots als een aapje door het land rent. Pas daar nou mee op. Ja, trots als een aapje heb ik net gehoord, terwijl het toch echt trots als een pauw is. Dus ja, ik probeer toch nog even weer recht te lullen eigenlijk. Maar ik begin nou te twijfelen. Ja, maar waarschijnlijk waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Ja, in jouw geval zeker inderdaad, ja. Maar even terug trouwens... Ze lijkt helemaal niet op een pauw. Romke, of hoe heet die? Epke. Familie van Romke, ja. Ja. Epke, dat wat hij doet, dat is heel knap. Echt bijzonder knap. Maar het heeft in mijn opinie niets met sport te maken. Het is de eerste plaats, is het een jury die geeft hem de cijfers voor. Ja? Het is heel knap, maar het is acrobatiek. Het is geen sport, acrobatiek. Het is voor Cirque du Soleil. Ja, maar dit is... Olympische sport is dit. Ja, maar ik vind het geen sport als een volwassen man koppeltje duikt, want dat is zo rek. Nee, dit vind ik echt... Ja, die is goed. Oh, die kijkt heel bulp. Ja, die is goed. Die is goed. Ja. Ja, die is goed. Die kijkt hem uit je broek, hè? Ja. Je moet weten, André, we hebben... Nee, maar als Martin vroeger bij ons te gast was, was zij er ook... Het is niet eens een onaardige vrouw, maar zo dominant aanwezig. Ik had er al lang een schop gegeven. Maar, FC Twente is nu zover dat ze denken van... Ja, het is een speler dus van buiten de EU. Die is nu in de salaris. De EU, ja. In de salaris, ja. De EU. De EU, ja. De EU, ja. Jij vindt de EU... Je doet het... We hebben de EU in de mand. De EU, ja. Maar ga door. Dommigheid kent geen tijd, maar ik zal moeten blijven zitten om het programma nog enig niveau te geven. Ja. Maar ga doorgaan met de EU. In ieder geval, hij heeft een hele prettige, sympathieke uitstraling. Dat heeft niet iedereen. Nee, dat zou je maar moeten weten. Wat heb je dan betaald, zeg hij? Ja, ik weet het ook niet. Hij heet Marcus Tullio Liuyi Murzani Tanaka. Dat gaat wel. Nee, dat doe ik niet, want ik laat me niet voor karretjes spannen door een of andere popiopi-presentator. Die trainersaanstellingen bij NEC, dat is natte vingerwerk van Cody heeft laten weten. Ik weet dat je hem niet aardig vindt, maar om nou dit soort dingen ook nog in uitzending te gaan zitten doen. Nou, dit was niet dit gebaar, het was een natte vingergebaar. Ja, maar het was wel de verkeerde vinger. Ja, maar zeker niet dat gebaar. Ik vind het ook niet leuk dat je dat insinueert. Nee, maar dat ik weet, dat weet je heel goed, want voor de zoveelste keer slaag je er niet om leuk te zijn. Maar het is natuurlijk wel zo. Losse vingerwerk, natte vingerwerk. Natte vingerwerk. Ja, ja, daarom deed ik het zo. Ja. Natte waarom doe je dat altijd met je middelvinger eigenlijk? Hè? Meestal, mensen doen het zo. Ja, dat ben ik. Die middenvinger is daar helemaal op getraind. Ja, ik weet niet wat dat is. Met mijn pink lukt dat niet. Nee, dat lukt jou niet, nee? Nee. Mijn hele hand wel. Jongen. Hartstikke fit. Ik heb nou zo'n professionele loopband. Niemand zegt me dat erop moet. Maar dan uit eigenwijzigheid ga je erop. Hè? Maar dan ga je toch nog ergens op, bedoel je, of niet?
Ja, nou ja, goed. Ja, je zegt het drie keer. Ja, jij doet wanhopige pogingen om in een flitsende wereld draai door te komen. Maar je vindt het niet erg als ik dit soort platvloers dingen niet inkop. Als dan doe je niet iets leuks met je vrouw als je naar die wedstrijd zit te kijken. Want ik bedoel, dat is echt een hele slechte wedstrijd. Ik doe wel eens wat leuks met mijn vrouw. Ja? Maar één keer in het jaar of zo. Hè? Nou ja, we maken er geen gewoonte van. Ja. Ik ben geobsedeerd door de familie Wevers uit het oosten des lands. Ja. Die hebben twee dochters en die doen al turnen. En die vader heeft ruzie met de hele turnbond. En die is nu zelf de trainer. En zij is met een flikvlak maken van de balk gevallen. En dan zie ik die vader, die foto, die zie ik dan staan van... mijn hele gezin is bij een brand omgekomen. Zo gezin. Zo getriftreden. En dan denk ik van, dat is ook wat met die man. Nee, wat is er gebeurd? Zijn dochter is met de flikvlak van de balk gevallen. En ik heb die man een keer op tv gezien... Ja. Die man, die zijn obsessief, zijn ze met dat rare spotje bezig. Dat meisje is 26 jaar, die zit nou nog steeds met dat rare haar en dat knotje. Laat die zich laten verwennen door iemand met een Harley of zo. Maar die zit... Die doet niets anders dan op die balk trainen met die vader. Die vader met een zweep erbij, hè. Nou, ik vind het echt... Nee, ik vind het echt mensonterend. Dat soort mensen... Daar moet de overheid mee gaan praten. Helemaal niet goed, Hans. Thuis gaat niet goed? Nou, je daarover begint, dan kunnen wij de rest van het programma over volpraten. Echt waar? Niet goed? Nee, gaat helemaal niet goed. Hoe komt het? Hè? Hoe komt het? Ligt niet aan mij. Is het weer vervelend? Maar wil je erover praten? Steek je die schraag nog zo op? Nee, ik wil er niet over praten. Nee, echt niet? Nee, ik klap niet uit de school. Nee? Nee, maar ja, het is dat teringwijf van Boelerhoek. Is je vrouw op vakantie? Hoezo? Ja. Nee, die gaat altijd met de kerst op vakantie, omdat ze mij zo ongezellig vindt. Het verleden jaar zijn ze naar IJsland geweest. Leuk. En tot op heden is mijn vrouw niet meer ontdooid. Dit jaar gaat ze naar Spanje. Dus dan warmt ze weer een beetje op. Dus als ze terugkomt, is er misschien weer een mogelijkheid om... Ja, maar misschien is ze dan in Spanje weer uitgedroogd, hè? Je weet het nooit. Dit kan echt niet, dit. En soms zijn er ook vrouwen die daar gewoon de leiding hebben. En ze worden dus gewoon niet... Is dat niet goed? Ja, nee, sorry hoor, maar wat is daar mis mee? Daar is alles mis mee. Want? Nou, omdat vrouwen natuurlijk in de keuken horen. Nee. Jij hebt een hele makkelijke avond hier, moet je horen. Dit wordt mijn avond. Ja. Dit is mijn publiek. Nee, maar... Nee, ik heb meer fans dan jij denkt, hoor. Is dat zo? Ja. Is dat zo, joh? Ik heb ook een fanclub, 17 leden. Ik leg me erbij neer, maar in dit land kun je op iedere hoek van de straat kun je drugs kopen. Maar als je een sigaar rookt, word je als een crimineel neergezet. En ik zeg altijd, jongens, ik rook een sigaartje, ik handel niet in kinderporno. Jan Slachter is een man van in de 60 en ik heb dochters in die leeftijd van Jan Marijnis ook. Maar ja, ik zou toch thuis niet op een gemakje op de bank zitten als ik wist dat mijn dochter Jan Slachter lag te pijpen. Nee, als je een hond hebt, die laai je 's ochtends... We hebben nu een konijn trouwens, leuk hè? Ja. Maar ga door. Ja. Hij en hoe heet die? Luna. Jan Slachter. Ja. Ik vond de oude hazes, die hadden een strot. Ja. Weet je wel, dat was eigenlijk een soort Jordaan blues, weet je wel. Geweldig, die man. Niet dat ik plaatjes van hem koop, maar ik vond het wel geweldig wat hij deed. Maar deze zoon, die heet ook Hazes, die kan absoluut niet zingen. Die heeft geen... Is dat zo? Nee, die heeft geen soul in zijn stem. Dat is iemand die parasiteert volledig op de naam Hazes, zijn zusje... Moeten ze verbieden te zingen? Die Johan. Nee. Dat meisje heeft er last van gehad. Heeft ze laatst verteld. Waar heb ik er nou scheid in of ze er last van hebben? Ik heb er last van als ze staat. Ja. Kijk, John de Bever, zo'n gozer, kan niet zingen. Ja. Zo heb je er heel veel. Guus Meeuwis, PSV-stadion vol, kan niet zingen. Nou, ja. Nee, de liefde is voorbij een beetje. Nou nee, de liefde is niet voorbij. Nee? Maar het is niet zo dat de ene de andere orgie opvolgt bij mij thuis.
Maar we krijgen nu een nieuwe. En dat is Femke Halsema van GroenLinks. Maar die heeft verkering gehad met mijn buurman, Koert Westerman, die je ook wel kent van de tv. En die zegt altijd, Femke Halsema, veel discussiëren, weinig neuken. Dus daar heb ik ook geen vertrouwen in. Maar meneer Zijpers, waarschijnlijk van een andere orde. Als we in de finale staan, dan mogen we geen serieuze onderwerpen aansnijden. Dan moeten we alleen maar onzin uitslaan. Nee, nee, absoluut niet. Okay. Maar we mogen wel een want beetje dat kunnen we ook heel goed, dat hoor. Gevoel een beetje vasthouden, Johan. Het gebeurt niet zo heel vaak, weet je wel. Eén keer in de hoeveel jaar? Dat we in de finale staan. Toch? Ja, maar moeten we dan om de vijf tellen roepen van jongens, we staan in die finale. We staan in de finale! Absoluut. Wat moet er gebeuren, Johan, om jou dit weekend helemaal uit je plaat te zien gaan? Nou, misschien eens een keer een aardig bandje hier laten spelen. Nou ja. Het is toch een topartiest die we vandaag hadden? Ja, dat is een heel leuk meisje en het schijnt een topartiest te zijn, maar ik vind het vreselijk. De man die voor de stemming weet te zorgen, doet het ook vanavond weer natuurlijk. Allemaal, ja! Wat heb jij? Ontzettend homo, Haida. Ja. Zo zit het homo haar. Dat is in 19... Met je eng ventje was je toen? 1977. Joehoe. Hallo, je zegt elke keer er wonen 700 mensen, jij bent nooit thuis. Wat doet jouw vrouw daar de hele dag? Dat is een goede vraag, Hans. Maar ik heel vaak, als ik s'avonds thuis kom, staan er een paar klompen bij de achterdeur. Ja, daar ligt boer Koekoek er bovenop. Nou, als boer Koekoek dat lukt, mij lukt het niet. Alleen, ik zag dat je keurig geknipt was, kort, maar je hebt ook je snor bijgepunt. Wat vind je vrouw ervan, Johan? Nou, mijn vrouw heeft er nog niks van gezegd, maar de buurvrouw vond het lekker. Ik wist het, ik had wat gebeld. Ik zei, hoe gaat Johan op mij reageren? Nou, nee. Toen zeiden ze, of lief of seksistisch. Oh, dan zijn ze niet goed ingevoerd. Nee, ik vind je heel lief, maar er komt tot nog toe louter onzin uit je. Want ik zit namelijk... Groningen, zeg het er nog even bij. Ik geef weer een gelijkspel. Oh, je bent niet echt scherp vandaag. Je bent een beetje voorzichtig. FC Utrecht, Vitesse. On-Nederlandse wedstrijd, zei Peter Bos over deze wedstrijd. Dat wordt een gelijkspelletje. Ja, het komt zo uit. Ja, tuurlijk. Het komt zo uit. Ja, tuurlijk. Nou ja, gaan we nog even door. Het zal wel weer gelijkspel worden, maar we gaan het toch nog even bijpakken. Manchester United, Liverpool. Ik denk gelijkspel. Nou... Ik ook, maar ik zeg het niet. Nee, doe het maar. Het is leuk. Alles gelijkspel gewoon. Nee, niet alles. Gewoon deze een gelijkspel. Oh. Oké, ook een gelijkspel. Dan krijgen we Inter... Oh, dat wordt wel een gelijkspel. Inter tegen AC Milan. Ja. Een gelijkspelletje. Is inderdaad. Ja, gelijkspelletje. Ja. Ja. En Atletico Madrid tegen Barcelona. Zou een gelijkspelletje. Ja, hoor. In Madrid, bij Atletico, die heel agressief spelen, heeft Barcelona het altijd moeilijk. Ja. Laten we het op gelijk spelen. Ja. Ja. We willen dat die jongen een meisje heeft en die wil dan een meisje uit een net gezin voor hem zoeken. En toen zei die vader, als je dan getrouwd bent, de liefde komt vanzelf. Dan zit ik op de bank en dan kijk ik rechts van me en dan denk ik, nou... Ik weet niet of je automatisch een bericht iedere ochtend kunt verzenden. Maar ik kreeg iedere ochtend een mailtje van dezelfde man. En die was alleen maar neuk je moeder. Elke dag? Ja, iedere dag. Maar... En jij hem niet teruggestuurd? Ja, maar dan krijg je na 14 dagen ook een keer genoeg van. Maar hoe lang is dat doorgegaan dan? Nou, dat heeft echt maanden... Maanden geduurd. En ik dacht dat automatisch geprogrammeerd was. Want ik kan me toch niet voorstellen dat iemand wakker wordt... en voor het gekookte eitje denkt... even die deksel opnemen. Hé? Ja, is waar. Ik zal even beginnen. Vind ik het leuk, zo'n tijgermotief. Ja, een beetje Nel Veerkamp hoorde ik net al. Ja, Nel Veerkamp. Nee, dat Veerkamp. Dat, ja. Veerkamp. Lekker een blondage. Een beetje zo'n ha. Pas maar op. Ja, die heeft het veel te druk met zijn vrouw slaan, denk ik. Dat doet hij niet meer. Daar is je nu vanaf.
En daar is je ook voor veroordeeld. Wat denk jij, wat zou nou een goede... Zit je te lachen? Nee, dat is tegen een mode tegen, dat je je vrouwtje een klapje geeft. Ja, ja nou, ja, is dat in België dan raar of zo? Dat is precies zelf daar, dat is niet te geloven. Al die voetballers die rammen nou op los tegenwoordig. Ja. Weet niet wat dat is. Maar dat verdienen ze toch ook? Nee? En dat zelf ook heel hard om lachen. Is klaar. En dan is hij klaar, dan zegt hij... Hoe voor je, Louis? Vond je dat Louis het lekker deed? Ja. Louisje was in vorm, hè? Nou, dat zegt hij. Dat zegt hij tegen. Dat anders gaat. Tegen Truus. Nee, ik denk dat het veel arroganter gaat. Ik denk dat hij zegt... Nee, ik denk dat zeggen dat hij niet. Zegt tegen Truus... Zal deze trainer jou eens helemaal vol spelen? Nou, kijk, er was ooit een tijd, dan noemden we hem Kees Jumbo het vliegende olifantje. Toen noemden we hem Benno L. Ah, nee, dit kan echt niet. Nee, maar dit kan niet, sorry. Heb je iets gedaan vandaag? Je ziet er zo anders uit. Wat is het? Ik ben naar de kapper geweest. Oh, je bent naar de kapper geweest? Ja. Ik denk al, waar ken ik die man van? Maar nu weet ik het weer, ja. En hoe vind je het zitten? Nou, niet. Maar dat maakt niet uit. Ja. Want je microfoon is uitgevallen. Kijk, dus daarom krijg je nu een handmicrofoon. Je gaat niet zingen, hè? When I was 17. Ja, maar ga door. Ja, dat... Ja. Heeft die kapper nooit bij jou dat hij zegt... Meneer Dijks, ik doe dit iedere keer, maar eigenlijk kan het niet meer. Hoor. Zegt hij dat niet? Nee. Hij wil aan de hele kant. Nee, maar mijn zoon speelde vanochtend met zo'n Playmobil poppetje. Heb je die wel eens gezien, die poppetjes? Ja, ja. Die ja, ja. Zo, ja, hier. Zo zie je er een beetje uit. Die ja, die ding, ja, die dingetjes, ja. Als die meneer zo uitbundig blijft lachen, laat ik hem uit de zaal zetten. Naar het smakeloze toe, het grote festijn, het grote feest. Hoe hebben jullie het kampioensweekend beleven, PSV? Ja, zoiets, ja. Het is echt verschrikkelijk. Ja, is het zo erg? Het is één groep Mongolen die rare dingen roepen. Dat is er komt geen zinnig woord uit en dan gaan ze dadelijk weer. Het is echt verschrikkelijk. Groot verschil tussen mannelijk voetbal en gemeen voetbal. En dit soort lijf-aan-lijf gevechten, kun je niet zwaar geblesseerd raken. Kijk, met gestrekt been in gang kun je maar iemand ongelukkig schoppen. Heb je bril niet op? Moeten we hem dichterbij zetten of zo, die monitor? Ik zal eens even met de bril kijken dan, Wilfred. Ja, je bent te laat nu. Ja, nog een keer. Ja, moet hij nog? Ja, dat doe jij langzaam die bril op. Dan komt ie. Hij. Ik kan het niet zien. En? Wat zeg je nu? Nee, dit is een rode kaart. Zo is dat meisje, heeft zichzelf opgeneukt in het hele variété-wereldje. Ja. Als ik er nu zie praten, het is een pratend Barbie-popje. Het is verschrikkelijk. Ze neemt zichzelf geweldig serieus, ze vindt ze geweldig. Die manier van tv, je kan ook opeens zeggen, weet je wat het is, Sylvie, eigenlijk... Ga ik liever alleen met hem verder, ik ben er klaar mee. Nee, maar ik had tegen haar gezegd, ja. Joh, schei jij nou eens uit met dat slappe gelul, ga jij thuis eens even de vaat doen? Nee, maar dat... Ik heb jou nog nooit iets positiefs horen vertellen over je huwelijk, namelijk. Wilfred, nou, daar zou ik ook heel erg over moeten nadenken. Mijn vrouw... Nee, maar mijn vrouw en ik zijn heel realistisch. Ja. Wij realiseren ons, en dat weten we intussen, dat een huwelijk niet een sprookje is. Niet een sprookje. Nee. Maar zoals jij beschrijft, is het een nachtmerrie bijna. Dat... Nou, nee. Wij hebben allebei ons eigen leven. Ja. Dus maar... Ik met jou en zij met de hond. Ja. Maar waar ben je dan nog getrouwd eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk in een opwelling gebeurd. En het... Ik heb even, mocht kraaien lastig worden, de spray heb ik meegenomen. Dus het is gewoon zo en... Dat is wit. Ja. Even zo. Oké. Ja. 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 Het lijkt wel kerst, joh, man. Ja. Je kan er echt mee los. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ik speelde altijd met Robbie de kip. Robbie. En bij Haarlem. En dan zat er altijd een vent met die megafoon. Ja. En dat was een supporter. En die riep dan altijd als Robbie de kip aan de bal was... Robbie de kip, leg eens een ei.
ik had er ook mee gevoetbald. Ja. Echt? En dat deed hij dan, hè? Nee, die komt op voetbal, hè? Ja. Knap. Die zijn, hè, die zijn hij is los. Wel weer wat afgetraind, hè? Ja, dat niet te geloven. Ja, maar dat mocht ook wel. Zag je, hij begin... zag er net zo uit als jij. Ik bedoel, ja, toen hij begon. Nee, nee, nee. Jan, nee, nee. Nee. Jan, nee. Jan, gooi dan een olie op. Nee, zo is het. Nee. Hey. Ik ben echt blij mee met dat ding, er zitten ook allemaal knopjes bij. Had je dat gezien? Dus moe je naar stoeienpoesen pak je dan jij met dat ding. Kijk, kijk, kijk. Ja! Goed, man. Hij vindt het al leuk, hoor. Hij is leuk. Brengt ons bij het historisch moment. En toen heb ik een tattoo gedaan van mijn huidige vrouw. Die, ik bedoel, ja. Nee, 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 gewoon de naam. En die, die meid zocht dus als ik mijn jonge heer staat te wassen de badkamer. Maar die ochtend kwam ze kijken, want die geloofde het niet. En er is toen een hele wilde ochtend geworden, Herman. Ah, ja. Ja, jij speelde in die leeftijd, toen ging je altijd interview, altijd hapmannetje. Pac-Man. Ja, ja. Ja. Hapmannetje, ja, Pac-Man. Ja, maar het is... Het is ja, maar... Hey. En dan moeten ze zorgen bij de UEFA dat de beveiliging dusdanig is, want een mevrouw met zulke billen, die valt toch op, hè? Tussen 80.000 mensen, of niet? Dat zou je denken, ja. Ja, ik zou zeggen van, hey, wat komt die doen? Ja, jij zou een gesprek aanknopen. He? Jij zou een gesprekje aanknopen. Ik zou er even aan snuffelen. Ja, toch? Het ergste wat me kan overkomen is dat ik niet meer kan fietsen. Nou ja, je werd door de postbode ingehaald op een gegeven moment. Dat maakt... Jawel, maar dat maakt niet uit. Maar op welk niveau je ook fietst, ik zie er hartstikke gelikt uit. Ik heb een hartstikke mooi pak en een hele mooie fiets. En ik heb in mijn eentje heel veel plezier. En dan, ja, dan maak ik mezelf altijd wijs dat ik ontsnapt ben. En kijk... Ja, ik weet niet wat daarom te lachen valt. Maar dat is heel grappig. Nee, want als ik bij een bruggetje kom, dan denk ik altijd dat ik in de Pyreneeën ben. Ja. Maar in je beleving ben je een minuutje of zo weg dan? Op het jagende peloton? Ja, 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 ja? Ja, steeds achterom kijken, hè, zo onder je arm door. Ja, ja, dan rijdt er meestal een boer op een tractor. Ja. Nee, we hebben een Ibis of zo, langs de snelweg. Het dorp. Nee, ik moet zeggen de stad, want in de stadsrechten hebben we ook een hotel. Maar dat is echt... Abrona, Hotel Abrona. Ja? Maar wel stroom het water nog wel dus. Nee. Nou, nee. Dan moeten jullie niet gaan lachen, maar Abrona, nee. Dat is een instantie die gerund wordt door geestelijk gehandicapten. Nee, zie, er wordt weer de spot meegedreven. Die hebben restaurants en hotels en andere horecabedrijven. Maar daar worden mensen... En dan voel jij je wel goed thuis, bedoel je? Nee. Nou, dat zijn hele goede instanties. Je moet inderdaad een paar keer zeggen dat je een cappuccino wil, maar je moet daar het geduld hebben. Waar ik persoonlijk heel doodziek van word... Goeie foto van is een lekker wijf. Echt een lekker wijf. Ik kan geen gesprek voeren, maar ze ziet er wel lekker uit. Ja, maar ze is toch... Maar heb je een vrouw om een gesprek te voeren? Nee, tuurlijk niet. Ja, dit is gewoon goed, man. Die kan je gewoon melken, man. Nee, dit kan niet. Nee? Dit is seksistisch. Dit is platvloers. Ja. Ik heb één voorstel, René. Laat nog een keer zien. Nog één keer? Ja? Ja, gewoon speciaal voor jou. René, trouwens even heel iets anders. Joep Douw uit Den Haag vraagt zich af. Beste René, ga je Twan van Peperstraat ook zo missen bij de NOS? Ja. Tja, en wat moet je nou zeggen? Er komt een... Ja, ik... Einde van 20 jaar studio sport. Dat is moeilijk. Ik ben tot over mijn oren gefrustreerd als het over vrouwen gaat. Ja, ik merk het inderdaad aan je, ja. Ja, moet ons zorgen maken. Als jij een permanentje dat zet, dan word ik verliefd op jou. Ja. Het heeft een repeterende breuk over iemand die er niet bij is. Nogmaals, even Ruud. Jij begint er toch over? René. Ik zit niet te wachten dat jij er weer je mening over geeft. Jongens, die ken ik inmiddels wel. Ik zal voortaan aan jou vragen wat ik mag zeggen. Nee, ik zal aan jou vragen wat ik mag zeggen. Nou, dat zou heel verstandig zijn. We zaten er met z'n drieën van de week, hè, bij Pas. Maar weet je het lullige? Je mag mensen niet op hun uiterlijk beoordelen. Maar ze hebben alle drie hebben ze de uitstraling van de sluipmoordenaar. En ik zou... Nou. Dat is, ja...
Ik bedoel... Ah, nou, dat valt wel mee. Nee, dat valt niet mee. Nou ja. Nee, dat valt niet mee. Ik vind het enge mensen en ik vind het een gevaarlijk partijtje. Ja, kijk, dat je ze niet sympathiek vindt, kan ik me voorstellen. Maar hoe ziet de sluipmolenaar eruit? Dan zoals die drie gasten van Denk. Nou ja, dat is... Kozoen, die voor het eerst van zijn leven heeft die menselijke trekjes Je bedoelt dat hij even buiten de deur... Ja, die deed gewoon buiten de deur. Ja. Zoals een goed moslim betaamt. Helder, ging die vrijdag zijn wij... broek voor jou op die fiets. Hij slaat weer door. Dan heeft hij zich een uur gedragen en dan zijn de pilletjes uitgewerkt. Kijk, ik zie een jongen net bij de Wereld Draait Door. Kleine jongen, heet hij? Lil Kleine waarschijnlijk. Of Lil Klein. Ja, kleine jongen. Nee, dat ziet hij van André Hazes, man. Kleine jongen. Nou ja, ik wilde van deze gelegenheid wel gebruik maken... om er van harte te feliciteren met die... Die andere... Sylvana bedoel je? Die chocoladevriendin van me. Nee. Maar dat... Dat zal ongetwijfeld racistisch zijn. Ja, daarom. Dat is niet zo handig deze, inderdaad. Nee. Je bedoelt gewoon Sylvana, gefeliciteerd. Dat wil je eigenlijk zeggen. Nou, ze heeft er heel hard voor gewerkt. En ze heeft er zelf wijs gemaakt dat ze Nederland ook wat te bieden heeft. Dat is een misvatting. Maar ze zit er. Geef dat er wel een leuk filmpje van jou was met Sylvana samen, toch? Ja, nee, maar we werken ook wel eens samen. Toch wel, hè? Jawel. Ja. Nee, die kwam net binnen, dat filmpje. Leuk, man. Hey. Dat is leuk, dit. Ja, dat is leuk. Ja. Kijk hem zitten. Ja, ik vind dat grappig. Ja. Hij is een leuke, leuke film. Ja. Maar je moest blazen na afloop. Geen alcoholgebruik, wel 7 bamischijven, zei die agent op de ding. Kijk, ik was nog nooit in de bananenbar geweest. En wat voor bar is dat, Johan? Nou, dan gaat een juffrouw, die gaat met de bibs op de bar zitten. En dan zit je zo, ik met een colaatje light. En plotseling schiet ze een pingpongbal uit haar kut zo op mijn hoofd. Ja, heel knap. Ja. Heel knap, had ik thuis nooit gezien. Ja. 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 Toen was je al bekend, toch? Of niet? Want als ik er nou heen ga, dan heb ik altijd zo'n tafeltennisbek gekregen. Jij wilt privacy, Nico. Ja. Jij houdt ook niet van poepseks. Nee, helemaal niet. Ah, jongens, hou dat toch op. Nee. Zeg dat toch uit, Wilfred. Je weet helemaal nergens van. Je hebt 1 bronnetje, die ook nog gekleurd is. En dan ga je hier brengen alsof je het wagenwiel hebt uitgevonden. Je noemt het ook nog journalistiek. Het is lachwekkend. Ja, want die bron, dat zijn spieren zwart op wit. Ik wens je veel succes. Zwart op wit. Ja, we zullen het zien. Als dat zo was geweest, had Heerenveen die rechtszaak wel doorgezet. Nee, met jouw talent kun je 5 minuten meer dan 2 onderzoeksjournalisten in 14 dagen. Zoek het lekker uit met je hele handel. Nou ja, wel te bedankt en wel te rusten. En tot morgen of niet? Nou, tot zover deze uitzending. Nee, ik heb wel meer levenservaring dan jij, maar dat hebben de kijkers al lang vernomen. Ja, dat kun je ook wel zien aan het uiterlijk van je. Johan erbij dus, Jan erbij en René erop. Hij wordt altijd een beetje link als hij dreigt te verliezen, hè? Maar ik ben in de fase dat ik daarom kan glimlachen. Ja, of je loopt weg natuurlijk, dat kan ook toch? Ja, maar de volgende keer steek ik je neer. Veronica in zijn zijn en niet bij die anderen. Dat krijg je straks natuurlijk ook nog. Als die Albert Vlinder ook met een onderbroekenmerk gaat komen... met dat 6 in zijn, dan is het natuurlijk helemaal niet meer aan te slepen, toch? Maar bij hem staat als in zijn natuurlijk op de achterkant. Kijk, en weet je... Ik heb hier een vraag van een hele geile oma. Ja. Waar komt ze vandaan? Johan, mijn moeder van bijna 78, vindt dat jullie weer een beetje ordinair mogen worden. Oh. Ze vindt het een beetje saai worden. Nou, dat is wel lekker. Die zit elke dag avond met de Jardetel van ons aan te kijken. Die... Ja. Ja. Als je die op de kont slaat, vliegen de bromvliegen uit de neus gaan. Ja, op. Ja. Op. Ja. Oh. Hop. Hop.
Ja. Goed, man. Kijk eens. Nee, wat die man van daar niet kan, dat kan zij wel, zeg. Hey. Zo. Hè? Sowieso. Sowieso. Niet verkeerd, hè? Nee, helemaal niet. Ja, blijf ze insturen natuurlijk, hè. De Bavaria zo. Dat kan zo stofzuigen. Ik ken die man helemaal niet. Maar die man mist gewoon het niveau om op dit niveau te spelen. Of te fluiten. Dat, dit kan niet. Die, maar, die moet meteen afgevoerd nu worden. Ja. Ja. Hij moet direct... Moet hij ook stoppen met fluiten? Nou, of mag hij nog wel een herkansing in de VAR? Nou nee, maar laat hem lekker de draad oppikken bij de amateurs of zo. Want ik kan het helemaal niet. Nou, hè? Prachtig, toch? Een echte Mart Smees. Noorse kabeltrein. Ja, ik ben er erg blij mee met die weddenschappen van jou. Je bent ook heel blij dat dit lekker alleen maar op Eredivisie Live wordt uitgezonden, of niet? Ja, ik ken de kijkcijfers, dus ik zou ook met blote kont durven presenteren. In dit geval durven wij alles, ja. We kunnen alles aan. Ik heb veel meer plezier gehad met die krikken of stikken. Paulien de Krikken? Ja. Dat hij er vandoor moet? Kijk, dit is nou gewoon te wijten aan het feit dat overal vrouwen in topfuncties moeten. Want... We hebben de bejaarden net gehad. Nu zijn we de vrouwen. Hey, kijk. De vrouwen zijn aan de beurt, hoor. Hey, kijk. Amsterdam heeft een burgemeester. Niet één Amsterdammer buiten een paar van die linkse GroenLinksers. Die wilde haar, maar voor de rest wilde geen Amsterdam. Geen Amsterdam, maar deze burgemeester. Maar die Paulien Krikken, die moest dan ook weer een vrouw... Wordt deze dame in beeld gebracht. Dat vind ik niet zo aardig. Dat, zij weet er helemaal, daar kan er niks te doen. Dat, nou, die ziet er een stuk beter uit dan Paulien Krikken. Ja. Ja. Maar, En ze hebben wat woorden voor je. Oh, we mogen, mogen wij wat zeggen tegen René? Dag. Ja, dat moeten jullie doen. Absoluut. Wat opbeurende woorden graag voor René. Want het is toch wel een spannend moment, hè, voor de Talent Award. Nou, René, je kan het, maar voor de opbeurende woorden moet je natuurlijk zijn bij Johan Derksen. Ja, René. Ik denk dat het geen enkel probleem is, want ik zie allerlei gladjanus in beeld. En daar kun jij niet van verliezen, jongen, hoor. Jan, jij zit ernaast. Voor jou geen opbeurende woorden, maar dan doe ik het maar gewoon even. Ik heb die gladjanus al gekregen. Dat is wel opbeurend genoeg, toch? Gladjanus heb ik gezegd. Ik zeg, Barbie heeft een goed. Wie is die man dan? Dat weet ik niet. Dat dat was die Jan Kooijmans, voor alle duidelijkheid. Die gladjanus. Jan Kooijmans, ja, die zit in... En die is ook genomineerd. Die is genomineerd, ja. Ik had hem toch niet beter kunnen typeren, of wel? Nee, zo'n enorme plakhaar competitie. Ja, want ik kan er glad uitzien. Kun je toch niet van verliezen? Ja. Dit was toch wel... Dit is een beetje jouw niche. Ja. Zou die ooit verdedigen in de middenvelden gespeeld? Oh, let op jongens, daar komt-ie. Ken Jan Kooijmans! Nou ja, zeg! Schij dat toch uit. Jan Kooijmans? Ja. Kooijmans. Waar heeft hij dan gespeeld? Wat is dit allemaal, zeg? Wie is Jan Kooijmans? Dit is vrouw, dit is maf. Dit is weer blatter. Dit is allemaal maf. Ja, als jullie ook nog valt. Echt niet. Nee, als je Michelle in je haar hebt. Ja. Jij had moeten gaan. Ja. Lekker dit, zeg hij. Nee, maar... Nou gaat hij wel raar. Is echt... Er is geen competitie in Europa met zulke slechte keepers als wij in Nederland. Het is echt verschrikkelijk. En ik heb het al 10 keer gezegd hier. Als je 15 jaar bent, gadverdomme trainen. En over 10 jaar ben je miljonair. Ja? Natuurlijk. Voor jou dan, even op de camera. Voor 1 keer al die jonge jongens van 15. Dat is je camera. Maar die van Zwolle, die... Nou, je gaat er gewoon overheen. Die camera? Ja, die. Jongelui, als je 15 bent, niet masturberen, trainen. Heel belangrijk. Ja.